De volgende stap is de Dancing Bootcamp. Hier gaan ze afzien met maar één doel. 23 talenten verblijven een week lang in Studio 22 om samen met de beste professionals te werken aan hun zang- en dansskills. En Johnny en Romy zijn er natuurlijk bij om ze te steunen. Hallo allemaal. Hele goedemorgen allemaal. Welkom op de bootcamp van Dancing. En is het nu tijd voor jullie allereerste conditie-challenge. Yo! Je moet van de ene kant naar de andere kant rennen. En dat moet dan tussen die piepjes door. Maar hij versnelt. En dat moet je eigenlijk zo lang mogelijk volhouden totdat je echt niet meer kan. Kijk, daarom ben ik presentator geworden. Op een gegeven moment ben ik zo aan het lopen. En ik verlies gewoon heel veel energie daardoor. En ik denk, oké, nou, Laurens, jij wint. In Studio 22 horen de talenten wat hun opdracht is voor de komende week. Beste kandidaten, zoals jullie weten moeten jullie einde van de week de jury wegblazen met een spetterend optreden. Dit optreden gaan jullie doen in groepsverband. Wow. Er staan hier 5 nummers en jullie gaan 5 groepjes vormen. En jullie krijgen daar 15 minuten de tijd voor. Als dat niet lukt binnen die 15 minuten, dan gaat de jury bepalen welke groepjes bij elkaar komen. Let's go! Hebben we zin in? Ja! Hebben we zin in? Ja! Let's do it! Start! Ik wil er alles aan gedaan hebben om goede performance neer te zetten. Kom, sta! Slappe hap! 2, 3! Waar is die overtuigende kracht? 4! Kom op, harder! 46! Juist! 47! Nu merk je ook weer hoe belangrijk die fitheid ook is. Nee, als jij boven gaat, stort dat hele ding naar beneden. Ik moet het echt niet hebben dat ik opeens bovenop jou lig. Nou, schat, er zijn mensen die ervan dromen. Dus kom op. Oké. Okay. Waarom laat jij mij boven? Nou. Oh, Jezus Christus. Oh, wat zongen wij ook alweer vroeger? I knew you! Ah, oh, sorry! Ja, pak je worden. Meteen naar de huiskamer komen en niet ontkleden. Huppatee. Ja, en dan word je ineens middernacht wakker gemaakt met lepels op pannen en weet ik het allemaal voor gekkigheid. Ik wilde even testen of het mogelijk is om jullie in één klap aan te zetten terwijl je al zo'n lange dag achter de rug hebt. Ja. Moe bent, diep in slaap wil zijn en dan toch op moet staan. Ik kan niet anders zeggen, ze deden het hartstikke goed. Talenten mogen door naar de volgende ronde. En dat is geen makkelijke keuze. Wie gaat er mee naar de volgende ronde? Laten we met dit groepje beginnen. Die vallen voor mij af. Die wil ik nog wel overwegen. Nee, ik zou voor deze 3 gaan. Ik zou voor deze 3 gaan. Nee. Vinden jullie nou echt slecht qua zang? Is this the end? Is this the end? Or just the beginning? Jullie hebben zoveel gegeven en je zag echt de progressie.
ja, altijd heel erg moeilijk om tegen mensen te zeggen dat ze zo fantastisch zijn, dat ze door zijn naar de volgende ronde. Dus dat geldt ook voor jullie. Gefeliciteerd! Gefeliciteerd, jongens. Geniet ervan. De eerste week van de bootcamp zit erop. 12 van onze toptalenten zie je volgende week terug in de tweede week. En ze gaan weer keihard aan de slag, want volgende week moeten ze zich opnieuw bewijzen voor de jury. Want Johnny, slechts 6 kunnen door naar die halve finale. Zo is het. Tot volgende week. Volgende week. Hoi.